We gaan weer verder aan de driftruit. En vandaag gaan we beginnen aan de achteras. En om daarmee verder te kunnen, moet ik eerst wat onderdelen gaan maken. Ik moet de remschijf kunnen monteren, ik moet de tandwiel kunnen monteren. En ook de achteras zelf natuurlijk, met de wielen erop. Alles bij elkaar. Laten we aan de slag gaan. En jawel, daar is hij dan. Een achteras. Op de achteras moet deze remschijf gaan komen, zodat we iets meer controle hebben over het slippen. De vorige keer moest ik gas geven om te gaan slippen, maar ik wil ook gewoon echt kunnen remmen. En dat gaan we met deze remschijf doen. En om die te bevestigen, moet ik zoiets gaan maken. Dus dit is de testfit. Ik zie die heb ik even geprint, dat past. Die ga ik frezen uit de aluminium plaat. En dan moet ik nog een bus maken natuurlijk, die hier weer aan vastkomt, zodat ik achteras kan komen. Laten we beginnen bij de frees. Deze is met frezen niet helemaal goed gegaan. Dit gat had 30 moeten zijn, net als deze. Maar ja, dat is hij niet. Hij is 29 of 29,5. Ik ben gewoon een pas vergeten te doen op de frees, maar hij is er nu al af. Dus ik ga deze aanpassen in de draaibank. Deze erop. En dan kan ik datzelfde hier doen voor dat randje. Hetzelfde foutje. En dan is hij ook gelijk precies centrisch. Dus dat is wel mooi. Dat is het grote voordeel als je projecten voor jezelf doet. Die kun je gewoon aanpassen totdat ze naar het zijn. De bedoeling is om deze die gebruikt gaat worden voor die remschijf, om die een vlakke kant te geven en daar een gat in te boren, zodat ik die gewoon vast kan schroeven op de as. Ik denk dat dit voor dit goed genoeg is. We kunnen het heel fancy maken, maar goed genoeg is goed genoeg in dit geval. Plan de campagne. Ik draai deze om zodat we hem goed kunnen zien op de camera. Dan ga ik dit allemaal op de as zetten. Dan kan ik als het goed is zo de as in één keer hierop zetten. Daarom heb ik ook deze uitsparingen gemaakt dat je de as met de lage blokken eraf kan halen. Super handig. Zo, met de achteras erin kan ik nu dus gaan bepalen waar ik precies mijn remschijf en mijn aandrijfpoelie vast kan zetten. Tenminste, remschijf kan nu al, want de klem zit erin. Deze zet ik even tijdelijk tussen, want ik heb hem nog niet helemaal in elkaar zitten, de klem. Dan kan ik die spacing bepalen en dan moet het blok erin. Dus eerst ga ik de wielen erop zetten, dan kan het blok erin en dan kan ik ook de ketting gaan bepalen. Het begint best wel samen te komen zo. Okay. We'll be right back.
heb je nog wel een klein dingetje gevonden. Dat is wel een beetje jammer. Kijk, ik heb hier de driftruik. Als je dan zo de ketting hebt. En hier zo. Dan gaat hij door het frame heen. Ik heb dat gewoon... Ik dacht dat ik dit hierop gelet had. Maar ja, als je het zo bekijkt, dan heb je het idee van niet. Het plan. Ik ga achter deze doen, voor die. En volgens mij kan die er dan precies omheen. Ik hoop alleen dat deze hier achter past met dit zo. Maar dat gaan we zien. En anders dan is hier een hoekje uithalen. Dat is nog wat overzien. Maar voordat we dat gaan doen, kan ik dit eerst gewoon hier zo laten. Want ik heb dit erop gezet zodat ik deze kon meten en die remschijf. Remschijf hebben we gemeten. Deze kan ik nu nog meten. Dan kan ik dat aftekenen. Weet ik waar ik die moet bevestigen. En dan kan de achteras er weer af. Kan ik die erop gaan zetten. En ondertussen kan ik ook hier nog mee verder. Dus dit wordt vervolgd. Ik heb de achteras er weer helemaal afgehaald, want ik moest hier en daar nog een gat boren voor de remschijf en voor het kettingwiel. En ik moest deze natuurlijk vervangen. Laten we gaan boren. Even kijken. NVS 5, 640. Alle onderdelen zijn gemaakt en hij kan dus nu eindelijk definitief in elkaar. Tenminste, ik hoop dat het definitief is. Kijk, als ik dit hoekje dus eruit haal, dan past deze waar die moet. Zoals nu niet het geval is. En dan kan die ketting mooi daar zo, hier zo onderlangs lopen. En dat zou geen probleem moeten vormen. Dus, lekker slijpen. Ik denk... Ik weet eigenlijk wel vrij zeker dat dit frame nog steeds sterk zat is. Want als je hierop gaat zitten, dan gaan de krachten natuurlijk zo. Dus dit wil zo en dat wil zo. Nou, je hebt deze hier dan nog. Die zit ook vast, dus die zorgt dat hij niet zo gaat. En je hebt hieronder ook gewoon nog die sterk zat. Gelukt. Ik was een beetje bang dat hij zou gaan vallen. Dat hij best wel zwaar is. Hij is wel, kunnen we nu wel echt vaststellen, net even groot om hier binnen te hebben staan. Ik heb hem wat breder gemaakt dan die vorige, omdat ik bang was. Tenminste, ik was er niet bang voor. Maar ik wilde voorkomen dat hij om kon vallen. Dus ik heb hem best wel een stukje breder gemaakt. Alleen ja, dat neemt best wel wat extra ruimte in, zoals je kan zien. Dus, maar ik moet zeggen, als je hem zo hebt... En je gaat hier zitten, beetje zo, nu je het kan zien, dat is wel echt perfect volgens mij. Dit gaat best wel heel gaaf worden. En de volgende stap nu is het maken van de voorvork, wat aan de voorkant komt, vandaar ook weer voorvork. Maar de voorvork, die ga ik in de volgende video maken. Die video komt hier zo gauw die af is en tot die tijd staat er een andere leuke video. Zie je daar!